Sinds maandag koken schoolkinderen iedere dag op een andere locatie soep die geproefd kan worden. Vorig jaar werd 1000 liter weggeslurpt. Dit jaar is dat iets minder en ligt de nadruk op duurzaamheid. Dit jaar niet zo heel groot ingezet op het aantal liters. We hebben iets meer ingezet op duurzaamheid. Ik denk dat we tussen de 400 en de 600 liter hebben kunnen koken. Zoals in iedere keuken gaat er wel eens wat mis. Bloed, zweet en tranen voor een heerlijke soep. Nou, daar hebben we heel veel kinderen in hun vingers gesneden. Vooral mijn aardappels schillen en mijn uien gesneden. En voor de rest niet echt. Dit harde werken en de liefde wordt geproefd. Maar de soep heeft wel concurrentie. Ja, het smaakt goed. Als deze soep in de winkel was, zou je het dan kopen? Nou, dat denk ik niet. Dan laat ik liever mijn vrouw maken. Al met al was het wederom een geslaagd project en was er voldoende soep.